Een regenachtige donderdagmiddag op Lyceum Schravenland, Melissa. Wat gaat er vanmiddag gebeuren? Vertel. Nou, vanmiddag is iedereen voor Amnesty aan het schrijven. Het is een wereldwijd evenement waar je voor mensen in verschillende landen gaat schrijven. Zo'n beetje de overheid spammen. Zodat die mensen vrij worden gelaten voor verschillende redenen. Want een hoop mensen zitten in het buitenland voor... Hoe noemt u dat? Ja, die zitten daar zonder enig proces daar. Dat is hartstikke oneerlijk. Waarom doe je mee? Ik doe mee omdat ik het ook belangrijk vind om... Ja, die mensen die zitten daar onterecht. En we doen natuurlijk ons best allemaal. Wat ga je schrijven in zo'n brief? Ik moet nog schrijven, dus ik moet nog even kijken waar het over gaat alles. En dan, maar ja, we gaan ons best doen daarvoor. Maar even het proces. Je krijgt een adres toegewezen en hoe gaat het dan verder? Ja, we hebben hier een paar briefjes liggen. En daar staan dus mensen zo van iemand in Bangladesh, iemand dit, die zit daarvoor vast. En daarvoor schrijf je een brief naar de overheid. En dan, ja, dan gaat het dus naar de overheid daartoe. En heel veel mensen schrijven erover. Dus je hebt een paar brieven waar je uit kan kiezen. Wat staat er zo'n beetje gemiddeld in die brieven, denk je? Ja, mensen worden opgepakt voor protesten. Ze worden opgepakt voor... Ja, allemaal dingen. Ik zag ook net iemand die werd opgepakt voor een Facebook-post. Dat er iets niet kon in zo'n land. Dus vandaar. Het zijn belachelijke dingen zelfs. Dus vandaar. Maar laten we Rusland eens nemen. Nou, worden mensen opgepakt. Die verdwijnen zomaar. Heb je er vertrouwen in dat deze brieven dan bij die mensen terechtkomen? Ik denk het wel, omdat het ook een heel groot iets is, Amnesty zelf. Dus ja, wij als school is misschien klein, maar als we met z'n allen verder doen, ik denk dat we een heel eind kunnen komen. Worden jullie begeleid door een docent en zo? Ja, wat doet hij dan? Klopt, we hebben meneer Hoekman, we hebben alles samen neergezet. En voor bepaalde leerlingen die zich hadden aangemeld, is er een hele schrijfnacht op school. Dus met een stuk of 20 leerlingen gaan we de hele nacht doorschrijven en alles. Dus vandaar. Koharo, je doet ook mee. Waarom doe jij mee aan die schrijfwedstrijd? Ik vind het heel belangrijk dat wij als land strijden voor mensenrechten in andere landen. Misschien lijkt het heel klein, maar zulke dingen kunnen een heel groot impact hebben op de mensen. En ze verdienen het gewoon. Dus. Vertel even, mensenrechten. Wat heb je daarover geleerd? Wat weet je ervan? Ja, mensenrechten. Het verschilt natuurlijk per land. Hier in Nederland zijn we vrij, naar mijn mening. Maar jammer genoeg in andere landen zijn we niet zo vrij om onze mening te uiten en te zijn wie we willen zijn. Dus die rechten waar wij voor vechten, we willen dat ze vrij zijn en hun mening kunnen uiten en zijn wie ze willen zijn. Vervelende vraag, maar denk je dat het helpt? Persoonlijk ja, ik denk dat het helpt als we de overheid in de verschillende landen laten weten hoe wij hier achter staan en hoe de mensen in hun eigen land hierover voelen. Dan denk ik zeker dat ze de overheid aan gaat denken van wat wilt onze mensen. Je moet iets schrijven in die brief. Lijkt me moeilijk om mensen te schrijven die je niet kent. Wat ben je van plan om te schrijven? Ik ben van plan om te schrijven dat de mensen de vrijheid verdienen. Dat ze de overheid het gaat lezen en erover gaan nadenken. We kunnen natuurlijk de brieven overschrijven die we hebben. Maar ik zou ook graag brieven willen schrijven die vanuit mijn hart komen. Wat mijn mening is en wat ik vind dat zij verdienen als een mens.